zaterdagmiddag nog kerstcadeaus wil kopen, komt deze laatste weken van het jaar terecht in drukke winkelstraten. Het gaat goed met de winkeliers en horeca in Nijmegen en dat is zeker in december erg belangrijk. Decembermaand is een belangrijke maand voor winkeliers, maar ook voor horeca en andere bedrijven. Je ziet dat juist in decembermaand de stad heel veel bezocht wordt en daar probeert iedereen zijn graantje van mee te pikken. Ja, je merkt dat in de praktijk al doordat in alle bedrijven de verloven zijn ingetrokken. Er zijn veel extra winkeltijden ook, met een extra koopavond die er voor de kerst nog is, de vrijdag die erbij gekomen is. En de weekenden die altijd erg druk zijn in die periode. Je ziet in ieder geval dat de omzetten stijgen. We horen van Detailhandel Nederland bijvoorbeeld terug dat er ook al rond Sinterklaas een behoorlijke omzetstijging is geweest, maar dat nu ook voor de kerst weer een stijging van bijna 7% verwacht wordt. Maar we merken ook gewoon dat het drukker is op straat, dat er gewoon weer meer volk op straat loopt. En ik merk het ook in de invulling van panden, waar we vorig jaar nog wel wat leegstaande panden hadden, is nu eigenlijk bijna de hele stad al wel weer gevuld. Ja, wat wij nu gedaan hebben is vooral ophalen van wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal al wel. Er zijn heel veel ondernemers die zelf extra activiteit ondernemen in de stad. Maar ook speciale tentoonstellingen in het Valkhof Museum. De kerststal van de Gebroeders van Limburg die in de Stevenskerk staat. Er zijn op heel veel plekken is er van alles extra te zien en te beleven. Dat hebben we eigenlijk allemaal verzameld, al die informatie. Vanaf morgen liggen er in alle winkels en cafés liggen daar kleine platte grondjes met informatie over wat er allemaal te doen is. Zodat je ook wat makkelijker een combinatie van al die bezoekers kan maken, wat eigenlijk veel leuker is dan dat er alleen maar op één plek een extra activiteit is. Ja, er is heel veel meer te bieden. En dat maakt de stad van Nijmegen, vind ik, ook altijd wel bijzonder, omdat daar juist zoveel initiatieven al leven.